De man die tijdens de visserijdagen Harlingen in 2015 Piet Lichtendaal een dodelijke klap gaf, mag 1 weekend per maand op proefverlof. En dit is tegen het zere been van de nabestaanden. Tijdens de rechtszaak vorig jaar lazen de dochters van het slachtoffer een emotionele slachtofferverklaring voor, waarin zij zich afvroegen hoe zij het zinloze geweld ooit uit konden leggen aan hun kinderen. Ook Vera Kok, echtgenote van Piet Lichtendaal, richtte zich in haar betoog tot de dader. Nog hoor ik iedere keer hoe onwerkelijk het is dat Piet er niet meer is. Als in het café de deur open gaat, verwachten zijn vrienden nog steeds dat Piet binnenkomt. Maar dat gebeurt niet meer. Deze dader, Giovanni R., kreeg vorig jaar 4 jaar celstraf opgelegd. Volgens de nabestaanden een veel te lage straf voor dit delict. Zij starten daarom een petitie om te pleiten voor een hogere strafmaat. De petitie, die inmiddels 1300 keer is ondertekend, wordt over 2 weken aangeboden aan de Tweede Kamer.